samen de muziek zeg maar een soort van vormgeven. Dat vind ik echt heel erg leuk, omdat ja, het is gewoon plezier maken ook. Dit geweldige grote orkest, prachtig en jullie heel hoog niveau. Doen jullie dit alleen of is er nog iemand die dit met jullie instudeert? Wij studeren dit hier met Koosje Wijzenbeek, onze leraar, voor de viool toch. En we komen elke zaterdag samen in Amsterdam en dan repeteren we 2 uur alle stukken. Is ze een beetje lief? Ze is streng, maar rechtvaardig. En waarom speel jij viool eigenlijk? Mijn ouders zijn allebei vioolleraar. Dus daarom heb ik ook vanaf klein aan viool geleerd. En heb je daar nooit spijt van gehad? Nee. Ik ging naar een concert van Janine. Want... Janine Jansen, ja. Voor de mensen die denken, goh, welke Janine? Ik was toen 2 en daarna zei ik wil viool spelen. En toen zei ze, nou ja, we wachten wel even af. En ik bleef het volhouden tot mijn 3,5 en toen ben ik begonnen bij Koosje. Ik weet niet waarom ik viool heb gekozen. Dus ik was 4 jaar oud en ik ging met mijn moeder naar een concert van een trio. Dus piano, zouden en viool. En ja, daarna zei ik dat ik viool wilde doen. Ik ging af en toe met mijn ouders naar concerten luisteren. En zo wou ik wel ook iets zelf proberen en dan ben ik viool beginnen studeren. Ja. Ik hou heel erg van muziek. Het is een vorm om zeg maar... ik kan veel in uitdrukken en het is best vrij, zeg maar. Het is een soort van... Ik weet niet, ik hou er gewoon van. Helpen jullie elkaar nog een beetje met elkaars haaien vlechten en haar? Ja, dat gebeurt allemaal. Haren worden gekamd en allemaal dat soort dingetjes. De laatste roddels over de jongens nog besproken. Het wordt niet echt geroddeld of zo, maar gewoon een beetje gekwebbeld en allemaal dat soort grappige dingen. En dan lopen we weer te... Dan hebben we weer iets bedacht en dan liggen we weer helemaal plat. En het is altijd heel erg grappig. Nou zag ik tijdens de repetities, jullie spelen niet alleen op je viool of op je alt, maar jullie moeten er ook nog iets bij doen, klopt dat? Ja, dat is inderdaad waar. We moeten ook nog dansen erbij. Kun je eens voordoen hoe dat eruit ziet als je moet dansen? Oh, wat? Echt? Nou, ik doe het je niet na, zo hartstikke goed. En volgens mij kom jij niet uit Amsterdam hier, laten we zo zeggen. Ik kom uit Antwerpen. Dus je komt elke zaterdag kom je speciaal. Dus dat betekent dat jullie toch allemaal wel veel over hebben voor het orkest. Ja. Maar we doen het heel graag en dat is het belangrijkste. Wat vind jij het leukste aan de Fancy Fiddlers? Het samenspelen. Dus samen muziek maken en ook plezier hebben samen. Ik vind het echt superleuk. Het is echt fantastisch. De klank samen is soms zoveel rijker dan als je alleen speelt. En het is gewoon... Als iemand iets doet dat je mooi vindt, kan je het gewoon overnemen. En je kan gewoon samen de muziek zeg maar een soort van vorm geven. Dat vind ik echt heel erg leuk. Omdat ja, het is gewoon plezier maken ook.